De noordelijke Nederlanden kenden in de 17e eeuw een enorme economische bloei. Ook de wetenschappen en kunsten floreerden in deze gouden eeuw. Frans Hals, een van de oude Hollandse meesters, werkte en woonde in Haarlem en schilderde vooral portretten van individuen en groepen. Zijn oeuvre telt slechts 4 familieportretten. Hij plaatste zijn modellen in een landschap, waardoor de sfeer minder formeel werd. Dit was een zeer vernieuwende aanpak. Aangezien de prijs per geportretteerde werd berekend, konden enkel de nieuwe rijken zich zo'n statussymbool veroorloven. Alleen van het vroegste familieportret, dat rond 1624 geschilderd werd, is bekend wie de voorgestelde personen zijn. Het gaat om het kroostrijke gezin van lakenhandelaar Gijsbert van Kampen en zijn vrouw Maria. Aan het begin van de 19e eeuw kwam het schilderij voor het eerst in handen van iemand die geen enkele band meer had met de geportretteerde familie. Het werk werd toen om onbekende redenen in minstens 4 stukken versneden. Een drastische ingreep, maar niet ongebruikelijk in die tijd. De verschillende fragmenten werden decennia lang als op zichzelf staande composities vererfd en verkocht. Niemand wist nog iets over het oorspronkelijke familieportret van bijna 3,5 meter breed. De verloren informatie kwam gaandeweg weer aan het licht. Kunsthistorici bouwden steeds voort op elkaars bevindingen. Er werd ontdekt dat het meisje links onderaan, de laatstgeborene, pas in 1628 aan de compositie werd toegevoegd. Niet door Frans Hals, maar door een andere Haarlemse schilder, Salomon de Braille. Op de 2 grootste fragmenten vielen fysieke gelijkenissen tussen de geportretteerden op en overeenkomsten in de kostuums. In de jaren 60-70 kwam men tot de overtuiging dat de 2 stukken ook echt bij elkaar hoorden. De schilderijen hadden nagenoeg dezelfde hoogte. De kijkrichtingen en handgebaren kregen betekenis. En het landschap begon te kloppen. Ook al sloten de delen niet naadloos op elkaar aan. 2 Hals-experts stelden verschillende reconstructies voor. Volgens Seymour Slive bestond het oorspronkelijke familieportret alleen uit de 2 grootste fragmenten. Klaus Grimm was van mening dat er tussen de 2 schilderijen nog een fragment ontbrak en dat het geheel nog verder doorliep aan de rechterkant. Hij voegde verschillende figuren toe, waaronder het jongensportret. Dankzij het vooronderzoek en de restauratie van het Brusselse fragment tussen 2013 en 2016 vielen de puzzelstukken op hun plaats. Röntgenopnames bevestigden het vermoeden dat aan de linkerzijde fragmenten overschilderd werden. Ook rechts bracht een scan overschilderingen aan het licht. De restauratie kon aangevat worden. Het oude vernis werd weggehaald, de overschilderingen verwijderd. Aan de linkerzijde verschenen 2 fragmenten van rokken. Het bewijs dat de schilderijen bij elkaar hoorden. Rechts doken delen van een meisjesfiguur op. Een reconstructie van haar gezicht en hand laat zien dat het meisje zich pratend wendt tot iemand die schuin naast haar is opgesteld. Haar kraag sluit aan op het kraagfragment van het schilderij met de jongen. En het patroon in het kantwerk is identiek. Onderaan kwamen een tip van een rok en het uiteinde van een mouw met kanten machette tevoorschijn, die bewijzen dat er sprake is van nog meer familieleden. Door hergebruik van bestaande beeldelementen kon gevisualiseerd worden hoe het 4e verloren fragment er mogelijk uitzag. Met deze toevoeging lijken nu alle onderdelen op hun plaats te vallen. Er is een levendige interactie te zien tussen de verschillende gezinsleden. De vader en de 2 jongste kinderen zoeken de ogen van de toeschouwer. De groep is symmetrisch langs een curve opgesteld. De jongens uiterst links en rechts sluiten de compositie mooi af door zich naar het midden te richten, waar de kerk centraal staat als verwijzing naar het katholieke geloof van de familie. Via doorgedreven archiefonderzoek achterhaalde voormalig conservator van het Frans Hals Museum, Pieter Biesboer, de familienaam van Kampen en het bestaan van de 14 kinderen. 6 jongens en 8 meisjes. Na eeuwen uit elkaar te zijn geweest, is de familie, zo goed als het kan, herenigd. Als in de momentopname vastgelegd door de hand van Frans Hals.
Thank you.